Ik ben Isolde Lazun. Je kent mij misschien als drumster en zangeres van onder andere Daan en van Isolde Eleben. Maar de meeste mensen weten niet dat ik regelmatig last heb van migrainen. Ik heb het gevoel dat mijn leven stopt. In het ergste van een aanval. Ik ben al van mijn 12 jaar op zoek naar een passende remedie. Dus het beheerst mijn hele leven. Iedereen die ik ken weet natuurlijk wel al dat ik heel zware migraine heb. En zij tonen heel veel begrip, maar toch heb ik het gevoel dat ik er helemaal alleen voor sta. Want zij kunnen niet ervaren wat ik ervaar. Ook al proberen ze dat wel, maar ik merk aan kleine dingen dat ze het niet doorhebben. Vandaag houden we een experiment met een migrainesimulator en zal Jonas een aantal symptomen van migraine ervaren die ik ook ervaar als ik een aanval heb. Als ik migraine heb, dan heb ik in de eerste plaats ontzettend veel hoofdpijn. Maar dat voelt alsof er een mes in je hoofd snijdt. Of alsof er een hamer in je hoofd zit die heel de tijd naar buiten aan het kloppen is. Ik kan het heel moeilijk omschrijven. Maar alle fysieke inspanningen die versterken dat ook nog. Dus als ik een trap opga, moet ik dat heel erg traag doen. Met heel veel aandacht voor mijn bewegingen. Maar het is helaas niet enkel hoofdpijn. En daarbij komt natuurlijk die overgevoeligheid voor van alles. Voor licht, voor geur, voor gevoel ook. Aanrakingen, dat is allemaal heel veel sterker. Ik ben ook heel erg misselijk. Ik heb last van mijn spijsvertering. Ik voel mij enorm zwak. Alle fysieke inspanningen zijn zeer lastig. En om nog maar te zwijgen van de vermoeidheid natuurlijk. Het is heel erg, maar als ik een migraineaanval heb, dan heb ik het gevoel dat ik niet kan zorgen voor mijn zoontje. Dat is nog een van de dingen die het meeste pijn doet. Mensen die het niet hebben, denken verkeerdelijk nog steeds dat dat gewoon een beetje hoofdpijn is. Ik vind het belangrijk dat mensen weten of ze nu hoofdpijn of effectief migraine hebben. Daarom steun ik de Week van de Migraine. Als je twijfelt of je weet het niet, stap naar je apotheek en vraag om de migrainetest.